Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, ben jij lang wakker? Nou, lang wakker, net. Hey Poes. Ben je laat gaan slapen? Peer. Nou, ik ben best wel laat geslapen. De baby die krijgt tandjes, dus die was de hele nacht wakker. Dus ik heb eigenlijk, ben niet alleen laat geslapen, ik heb gewoon bijna niet geslapen. Okay, maar tijd voor koffie, kom binnen. Ja, koffie, lekker. Ben jij eigenlijk een ochtendmens? Ja, zeker wel. Ik vind ook het moment heel fijn dat iedereen nog slaapt. En ik dan snel koffie ga drinken in de krant pak. En dan eventjes dat momentje. Snap je? Oké. En wie is er als eerst wakker? Wat zeg je? Wie is er als eerst wakker? Vaak is Rocco als eerste wakker. Dus deze boy hier. En daarna komt Suna meestal. En daarna Irene. En daarna Coco. Wat ontbijten jullie? Wij zijn niet zo'n gezin die heel traditioneel met z'n allen aan tafel zit te ontbijten. Dat doen we meestal wel in het weekend. Maar iedereen maakt een beetje zijn eigen ontbijt hier. Dus Rocco die is al druk aan het smeren, Suna ook vaak. Suna zit op de middelbare school, dus die heeft een heel ander soort ochtendritueel dan dat wij nu hebben. Buiten dat is ze ook nog eens glutenvrij, dus dat is helemaal apart. Bij Rocco is het altijd even zo van, mag ik zoet of hartig? Ik zeg het altijd van, doe maar allebei. En daarna komt Irene. En Irene en ik gaan vaak samen eventjes ontbijten en koffie drinken. En verloopt alles volgens plan? Ja, alles gaat perfect. We hebben nooit echt een strak plan, maar alles gaat goed. Lekkerste is deze koffie trouwens, vind ik. Die douwen echt met koffie. Hoppie. Mogen de kids 's ochtends trouwens tv kijken? Nee. Kids die kijken geen tv s'ochtends, nee. Wie is de strengste ouder? Haha, ja, ik denk dat ik dat wel ben. Ja, ik ben wel heel direct. Maar het is heel tweeslachtig hoor. Ik ben ook wel weer heel erg alles mag. Dus, Doe je iets anders dan jouw ouders? Doe ik iets anders dan mijn ouders? Ja, zeker weten. Mijn ouders die lieten mij echt alles doen wat ik wilde. Dat doe ik niet met de kinderen. Ik hou ze wel iets strakker dan dat mijn ouders deden. Maar ik ben goed terechtgekomen, zoals je ziet. Heb je een opvoedgoeroe? Ik heb geen opvoedgoeroe. Dat ben ik zelf dan. Hebben de kinderen ook klusjes in huis? Ja, kinderen hebben zeker wel klusjes in huis. Ze moeten, eigenlijk klusjes. Zij moeten opruimen en de klusjes dienen zich vanzelf wel aan. Dus als er een vuilniszak weg moet of er moet iets weggegooid worden, dan zeg ik, nou doe jij dat even of doe jij dat even. En dat gaat vrij aardig. Wie is de grootste rommelkont? De grootste rommelkont is toch wel deze meid hier. En er wordt al heel druk gewezen door die jongen daar. Maar Suna is wel echt de grootste rommelkont. Die kun je gewoon een miljoen keer zeggen, ruim je schoenen even op van de trap. En dan 2 minuten later moet je het weer zeggen, ruim je schoenen even op van de trap. En dan lopen ze langs en denken, hey, die schoenen, daar was wat mee. Ja, nou, zo gaat het met Suna. Hij daarentegen is echt gewoon militaristisch netjes. Die fout zijn kleren op, jongen, nou, dat heb ik nog nooit aan voorzien. Ik kan dat niet in ieder geval. Volgens mij heb jij geen haast vandaag. Nee, ik probeer de dag zo rustig mogelijk te houden. Wat ga je vandaag allemaal doen? Nou, ik had van alles in de planning. Ik ben bezig met Lipton Ice Tea. Daar ben ik glazen voor aan het maken. Ik zou gaan schilderen in het atelier. En vanavond heb ik een gala ergens van Friend of the Brands, geloof ik. Maar ik denk dat ik niet naar het atelier ga. En vanmiddag even een uurtje gaan slapen eerst. Zo, dat is relaxed. Hey, hoeveel dagen per week werken jullie? Nou, iedereen is 3 dagen in de week naar de werk. En ik ben eigenlijk fulltime bezig, maar niet altijd fysiek op het atelier. Dus ook veel. En krijg je de kids op tijd de deur uit? Ja, de kids krijgen zichzelf wel aardig op tijd de deur uit. Kijk, dat gaat allemaal, dat wijst zichzelf. Wie is de grootste treuzelaar? Ja, de grootste treuzelaar is mijn dochter toch wel. Die heeft net de broodjes laten afwikken, dus dat mocht ze weer opnieuw doen. Deze jongen is, zoals ik net al zei, erg punctueel. Heb je een oppas? Ja, we maken gebruik van een oppasservice. Ja. Bereid je 's avonds al dingen voor? Ik bereid 's avonds nooit wat voor. Nee, ik wacht eigenlijk een beetje de dag af. En kijk, daar gaat de oudste. Ik krijg 's ochtends altijd een briefje van mijn assistente. Die vertelt me wat ik moet gaan doen.
Dus daar kijk ik dan eventjes naar. Heb je verder nog tips of levenslessen? Ja, het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat je een persoonlijke assistent hebt. Hey, ik ga jou lekker laten. Fijne dag vandaag. Dankjewel. Hey, leuk dat jullie er waren. Hoi. Doeg. Hoi schat. Kus.